Hallo allemaal, ik ben er weer met Minecraft. En ik ga eigenlijk beginnen aan het huis. Ik heb deze opname al een keer eerder geprobeerd te maken, maar toen is het echt helemaal mislukt. Ik was er weer van mijn huis weggegaan en toen was ik eigenlijk helemaal de weg kwijt. Dus ik ben nu van plan om dat niet nog eens te laten gebeuren. En dan hopen dat het ook nog eens gebeurt. Ik had een lekker groot huis. Dat ik de vorige keer dat ik iets kleinere afmetingen. Tijdens de vorige keer dat ik dit probeerde op te nemen. Maar ik ben ook van plan een kleine wijziging te maken in opnemen. Ik ga nu gewoon deze keer achter elkaar door opnemen. En dan knip ik het gewoon steeds in stukjes van 30 minuten. Dat lijkt mij momenteel gewoon even wat makkelijker. Want dan wordt het nou. Hoef ik ook niet steeds tussendoor af te sluiten. Dan kan ik gewoon lekker de hele tijd door blijven spelen. En hopelijk dat ook Rick er weer bij komt. Want ja, oh, wacht even. Vorige keer had ik twee deuren nodig, nu heb ik er maar eentje nodig. Nee, ik maak ook gewoon even een eigen slaapkamer. Maak ook direct. Even kijken, moet ik even deze hier weer gaan zetten. Maar gaan zetten neerzetten dan. Hier en hier. Oh, als ik nou meteen hier even een soort keuken maak. Hi. Even kijken. Ik zie daar in de verte een schaap. Moet ik hier even een keuken hebben. En het is gewoon heel makkelijk. Zo. Nou. Even kijken. Zo, even een klein keukentje. En ook nog een deur nodig had natuurlijk. En een zwaard, zodat ik even dat schaap daar kan weghalen. Ah, en ik weet dat er nog meer schapen zitten. Even kijken, dan heb ik een workbench nodig. Het begint nou al nacht te worden, als de vorige keer ook al zo snel. Ik heb nu even één ding nodig. Zo, één kobbel. Dan heb ik nu twee kobbel en ga ik even snel naar het schaap toe. Oh, ik weet. Nou, schapen, dan zit er toch meer. Dus. Oké, okay, ik zal wel tussendoor soms zelfs een pauze voor mezelf neerzetten. Vind ik wel gewoon zelf heel erg handig. Ik bedoel, als ik in één stuk doorga. Mezelf dan, ja, dan komt het ook niet helemaal echt iets van terecht. En ik ga tussendoor dan ook wel eens sessie echt volledig beëindigen. En dan sla ik deze sessie op. En dan ga ik de volgende sessie, doe ik dan veel later of zo. Dan kan het zijn dat het nog hoort bij een andere aflevering. Dus ik zit nog niet helemaal 30 minuten. Het is ook niet per se dat het in één keer 30 minuten is. Maar nu heb ik nog één bol, ik moet echt veel meer hebben. Ik zie daar een paar kippen en een schaap en ook zulke een paar zombies. En wat zie je hier? Kool. Dus dat ga ik meenemen. Kool. En cobblestone. Als ik geen cobblestone heb, dan kan ik helemaal bijna niks. Even kijken. Deze. Deze. En
deze. Goed, dan heb ik eigenlijk nog één wall nodig, anders kan ik nog steeds geen bed creëren. Maar wat zie ik nou hier niet in de buurt? Een schaap, wat zie ik hier wel in de buurt? Twee creepers. Ik heb er één creeper. En dan gaat nu die andere creeper. En even kijken. Ik krijg nog even een derde schapenwurf en die heeft weggehalen. Dan blijven vinden die dus minder snel. Gaan we ook maar even een paar kippen vermoorden en zo. Ook voor levels, want uiteindelijk wil ik natuurlijk ook weer zo'n enchanting table. En we hebben ook weer gewoon. Ook weer heel even naar de nether gaan. Ik wil niet direct een hele lange tijd in de nether zitten. Nou, hoezo wil ik het niet? Die place die er vorige keer ook was, natuurlijk. Dus ik weet eigenlijk niet de naam van een beest. Dat is een van zo'n vliegend beest. Dat lijkt te huilen ofzo. Dus dat hoor je dan ongeveer. Ik weet het nog van niet. En nu wil ik echt nog even een schaap. Ik zie er wel koeien, maar er zit ook een creeper dichtbij. En van creeper zit ik blij. En nu ga ik weer naar de creeper. En er is een ander beest. Een spin. Even kijken hoeveel heb ik. Nog twee, dan ga ik gewoon een wol maken hoor. Ik ga even kijken of ik ergens een spin kan vinden. Even kijken, hier omhoog. Oh. Daar viel ik dus echt bijna heen. En, of ik mijn zwaard zeg, dat was helemaal niet de bedoeling. En even kijken of ik hier ergens een spin kan vinden. 1 of 2 spinnen hier, hopelijk. Wat draden kloppen. Hier is dus waarschijnlijk niks gedropt. Hoogstwaarschijnlijk. Even kijken, XP. Zombie. Een kip en een koe. 2 kippen en een koe. 3 kip. 4. Hoeveel? 5. Hoeveel gaan er nog komen van die kippen? Oh, zucht. Daar in de verte een spin, maar ja, meerdere spinnen zie ik daar zelfs. Ik zie er 3, maar. Even kijken. Als ik nu gewoon die koe weghaal, midden in een gebied met een heleboel vijanden. Met natuurlijk ook een creeper. En ik val natuurlijk ook in het water. En die spin zit natuurlijk nog steeds achter me aan. Even kijken. Toch nog iets verder het bos in. Ik mag niet te ver gaan, want dan weet ik niet meer waar mijn huis is, zoals de vorige keer. Want vandaar ook dus dat ik dit voor de tweede keer opneem. Ik weet niet of dat, ik weet zelfs nu niet eens meer of ik dat al had gezegd. Toen word ik niet zoveel heel vaak nu heb gezegd. Ik heb het er nou voor gezegd. Dus.
Ja, tijd voor om. Ah, even. Moet ik wel gewoon alles goed blijven uitspreken. Dus proberen in elk geval. En moet ik daar weer heen. Niks dichtbij. En even kijken, want dan moet ik terug naar mijn keuken. Die. Die. Deze wil laten groeien. Even kijken, deze. Nee, daar. Zo. Dat kunnen we allemaal lekker gaan groeien. En nu echt het laatste beetje wol hebben. Dus ga ik op die spin daar af. Hoe heb ik nou? Steeds twee. En ik heb nog steeds geen drie. En nu heb ik echt even mijn huis gemaakt maken. Dus dat ga ik dan ook even doen. Even kijken. Oké, dat was wel gevaarlijk met die muis. Kip hier weghalen. Deze eruit halen. En dan wachten tot ik deze erin kan doen. Oké. Het lijkt alsof ik in deze sneller aan spullen kom dan in die andere. Ik bedoel, ik heb al heel snel een heleboel wol al bezorgd, die we daar een tijdje hebben gedaan. In deze hebben we nogal snel, wat is nou, een heleboel eieren, ook al heleboel sugarcanes. Dat hebben we ook al heel erg snel gehaald. Vis, een hengel. Echt doe, en dat ik het niet doen. Nu lijkt het of ik kwijt ben ofzo. Dus laten we alles op, iets gegooid. Nee, niet. We gaan nu gewoon binnen het huis. En we zien wel hoe ver we komen. En we kunnen natuurlijk ook weer weg. Kind als ik daar misschien ook niet zo moet plaatsen. Auw. Maar het werkt niet zo snel. Maar het kan natuurlijk ook niet, want de vorige keer had ik er ook al last van. Ik heb die trouwens toen ook op 30 gezet, van 20 zetten. Nee, gewoon 16. Oké, dat is gewoon even een foutje van mij. Foutje moet kunnen. Even kijken dan. Dit hier hebben. En op deze.
deze. Kijk, dat moet nog wel omhoog kunnen. Nou ja, maakt het zelf wel uit. Duik me toch nog eentje omhoog. En ik heb geen hout meer. Dus dat ga ik even doen. Hout verzamelen. Ik heb nog wel hout, maar moet ik nu even niet gebruiken. Dus dat ga ik uiteindelijk wel gebruiken, maar dat ga ik uiteindelijk gewoon als vloer dan doen. Nu wil ik echt gewoon even één soort hout gebruiken voor een muur en plafond. En ook dit hout voor nodig. En daardoor ben ik ook de vorige keer de weg kwijtgeraakt. Hout hakken. En dan midden in het bos in plaats van bij de rand. Dus deze keer blijf ik wel gaan even bij de rand. Oké, maar ik. Nou, ik wil mijn 16 eieren op één zo'n ding hebben. Deze nodig. Zo, en ik weet waar we nu ongeveer heen moeten. Dat is. Auw, niet hier naar beneden. Hallo, ik denk wel dat we nu genoeg hout hebben. Zie je omhoog. Hier ook weer. En dan hebben we een heleboel houtplanken. Even kijken naar deze. Nee, hier. Oh. Ook nog hierop. Mooi, dan gaan we nu naar de juiste hoogte. Nu bijna aan dan. Nu wel. Kijken. Nu kan ik een stuk dichtmaken. Dit. En nou. Ik ga even die muis opnieuw aanzetten. Oké, staat me weer opnieuw aan. Moet ik niet direct weer helemaal heel het contact terug te zoeken. Even kijken. Oké. Oh. Nee. Ja, volg maar lekker naar beneden. Auw. Wacht even, ik ga het nog wat lager zetten. Hoe ga je het? 9. En als het dan echt moet, zet ik hem gewoon op gevoeligheid 1. Dan deze.
Oké, het werkt niet helemaal normaal meer. Ik ga de roulette toch gewoon even op 30 houden. Soms gaat hij iets te snel en dan ineens gaat hij hartstikke traag. En dit. Auw. Ik blok uit deze kamers halen. En dan het dak eraf maken. Eerst even eten. Oké, dit misgeplaatste blok was wel voor mij een fout. Ik zou echt wel even weten hoe dit er nou even niet bij is, want ik had gezegd dat ik nu zou gaan opnemen. Tenminste, getypt. En weer heb ik geen hout meer. Dus ik kan weer maar weer even hout gaan zitten verzamelen. Moeten we hierheen. Oké. Dan deze ook nog. En dan zit er denk ik wel aan genoeg hout. Dan hebben we ook nog normaal hout nodig. Voor de vloer uiteindelijk. Ik ga nog een kleine pauze nemen, dus tot zo. Daar ben ik weer. Weer even terug. En de vorige keer heb ik deze stad ook gezien. Ook precies vanaf dit perspectief. Ik was toen dus al enorm dicht bij mijn huis. Maar ik was naar rechts ondergelopen op. De map die je net zag, blijkbaar was het niet zo goed idee. Ik kan naar rechtsboven moeten gaan. Nee, linksboven eigenlijk. Nee, rechts. Nee, helemaal. Gewoon normaal naar boven. En het begint eigenlijk, denk ik, alweer bijna nacht te worden. Dus ik moet echt even die spullen snel even mijn huis afmaken. Anders dan, ja. Ik ken nogal simpele prooi. Even kijken. Auw. Ik heb wel een bel bij me, maar die gebruik ik gewoon even niet. Die heb ik echt nodig voor bomen. Ik ga zo meteen ook echt wel weer een paar touwtjes neerzetten. Om zo ik echt een gek van het duisternis. Kijk het dan. Die. Die. Hier. En. Nee. Hier. Ik moest dan nog hier. Hier. En. Hier te plaatsen. Nu ik hier toch ben, kan ik direct al beginnen aan de vloer. Dus ga ik dan ook maar even doen. Ik weet nou al dat ik te weinig hout heb. Maar dat maakt niet zoveel uit. Schep.
kijk die drie dingen onder de deur, doe ik zo meteen. Nou. Nee, hier. Oké, hier moet natuurlijk nog een deur komen. Ga ik dan ook wel even maken, want ik heb nog van het andere huis, dus. Zo. Even kijken dan. Die. Nee. Oh. Ik heb echt iets van met deze muis. Dat heb ik de vorige keer ook al. Alleen toen heb ik er zelf niet echt veel aan gedaan. Toen heb ik een nieuwe muis gekregen. Draadloos, maar die krijg ik nu al net zo problemen. De vorige keer dat ik dit probeerde te nemen, toen kwam het door spoor die aan stond. Maar, ja. Blijkbaar was dat dus niet hetgeen wat dit veroorzaakte. En ik heb echt steeds draad nodig en ik heb een nieuw zwaard nodig. Nu zie je daar een Enderman. En wat zie ik hier niet? Twee keisteren. Ik zie er wel één dus. Dan ga ik dit een keertje dichtmaken. Dus dit kan misschien wel begin worden van een andere mijn van mij, maar. Oh, ik heb het net om een muur. Even kijken. Nog deze. Druk en dan ongeveer gegroeid. Ja, en dit moet ik dus eindelijk gezien. En dan kan ze ook vermoorden. Zodat ik spullen krijg. En nu heb ik de skeleton ook gezien. Ik hoop dat dan. Ja, die anders heb ik nu ook. Oké. Goed, nu moet ik wel echt even uitkijken. Of misschien. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dan kan ik vanaf hier. Kan ik ze nog een killen, maar die loopt daar nog even. Hopla. Dat is één. Nu loop ik naar een paar spinnen. Ik wil niet meer wezen tegelijk achter me aan, want dan kijk ik boven echt uit. Ja. Oh, nog één.